We spelen bij Sparta zonder vaste rugnummers. Je krijgt wel een rugnummer voor de trainingspakken. 44, had je dat vanaf het begin van het seizoen al toegewezen gekregen? Nee, ik had het begin van het seizoen al gekregen inderdaad. Dus we kunnen geen conclusies uittrekken. Nee, ook niet over je positie misschien binnen de selectie. Maar het is toevallig wel het moment dat je bekend heeft gemaakt, 4-4. Ja, zeker weten. Ja, dat is inderdaad wel heel toevallig. Ja. Stond in de sterren geschreven, zeggen ze dan. Hè? Hoe is het nu met Sven Meijnans? Een aantal weken geleden dus inderdaad echt van je laten spreken. Ja. Afgelopen woensdag je basisdebuut. Hoe gaat het? Ja, wel lekker. Ik denk dat ik lekker in mijn vel zit. En ik voel me goed. En zo'n gangetje. Hoe beviel het basisdebuut? Wel prima. Ik denk dat we een goede wedstrijd hebben gespeeld. Natuurlijk zuur dat we nog in de laatste minuut die 1-1 tegenkrijgen. Maar ja, we hadden natuurlijk eigenlijk al... een stuk sneller de wedstrijd kunnen beslissen. Met 2-3-0, 4-0 misschien zelfs wel. Als we wat meer geluk hadden in de eindpaas. Maar achteraf wel een goede voetballende wedstrijd gespeeld. En de jongens die een kans hebben gekregen, die hebben het denk ik wel prima ingevuld. Maar is dat hetgene dat je voetballend gezien het meest hebt meegenomen van die wedstrijd? Dat je hem eerder in de slot had moeten gooien en het al niet meer spannend had mogen zijn? Ja, tuurlijk. Ja. Je krijgt zoveel mogelijkheden zeg maar, om... die eindpaas dan te geven voor iemand anders, voor je maatje. En dan gewoon de 2-3-0, wat ik net al zei, gewoon binnen te schieten. Dat gebeurt niet. Nu heb je ADO gehad. Staat er zondag een verrassing eigenlijk voor dit seizoen. Heerenveen staan natuurlijk behoorlijk hoog. Ja. Wat voor wedstrijd wordt dat? Ja, ik denk wel een lastige wedstrijd. Zoals eigenlijk elke wedstrijd wel voor ons. Want we gaan natuurlijk geen enkele wedstrijd makkelijk krijgen, denk ik. Maar zoals we gewoon elke wedstrijd ingaan. Volop gas geven. En met mooi voetbal proberen die 3 punten natuurlijk in het kasteel te houden voor het eerst. Dat is wel de bedoeling. Voor het eerst benoem je er nog bij. Is dat iets wat begint te knagen dat het nog steeds niet gelukt is? Nou, nee, niet per se te knagen, denk ik. Ik denk dat we een heel erg lang seizoen hebben nog. En we hebben denk ik pas 5 of 6 wedstrijden gehad. Dus ja, we hebben nog alle tijd. Maar tuurlijk, eerste 3 punten is altijd lekker. En als je dan terugkijkt, we hebben het al over woensdag gehad, maar afgelopen zondag. Dat had een mogelijkheid geweest, was hem niet. Wat heb je nog uit die wedstrijd meegenomen? Ja, het is natuurlijk zonde. Je staat natuurlijk 1-0 voor. Ik denk dat er niet zo heel veel aan de hand is. En dan is er natuurlijk een omkeer in de wedstrijd. En dat is heel zuur. Ik denk dat het niet nodig was. Dat had niet nodig geweest. Maar ja, dat gebeurt nou eenmaal. Dat is ook voetbal. En daar moeten we mee om leren gaan. En dan krijg je die 1-1 tegen. En dan denk ik dat we het nog heel goed dicht houden om die 2-1 te voorkomen. Dus ik denk dat we met 1 punt achteraf wel tevreden kunnen zijn. Had je toen je je contract verlengde in september verwacht dat je nu 1,5 maand later... de positie in de selectie zou hebben die je hebt. Dat je gewoon je basisdebuut hebt gemaakt. Bijna iedere wedstrijd nog in actie bent gekomen. En gewoon een volwaardig selectielid geworden bent. Ja, nou verwacht is misschien een groot woord. Maar je hoopt er natuurlijk wel altijd op. Ik heb het gevoel dat ik het aan kan. En dat ik wil heel graag. Dus wat ik kan laten zien, probeer ik te laten zien bij de trainer en bij de staf. Dus probeer gewoon zo door te gaan zoals ik nu aan het doen ben. En misschien nog wel een stapje harder. Dat moet kunnen. Merk je dat op trainingen, dat je die stappen aan het zetten bent, dat je vooruitgang boekt en belangrijker wordt binnen de selectie? Ja, ik denk het wel eigenlijk. Ja, dat kan ik wel zeggen. Ja. Is dat even een aarzeling tussen me toe? Ja, weet je wel, kan je zeggen of je belangrijker wordt tijdens trainingen, misschien een beetje gek, want ja, er zijn gasten natuurlijk, ervaren mannen die... aanweziger misschien? Ja, dat is wel het goede woord. Wat aanweziger in de aanvallen en wat meer opeisen. Dus je corners nemen, vrije trappen nemen, dat soort dingen, dat staat wel te gebeuren, zeg maar. Nu heb je je basisdebuut in de beker gehad, dan zou je basisdebuut in de competitie niet zo heel ver moeten zijn. Nee, dat zou natuurlijk wel heel mooi zijn zondag. En dat is natuurlijk wel wat ik hoop. Maar dat is natuurlijk aan de trainer. Hij gaf zelf al aan dat het heel dicht bij elkaar ligt nu. Zeker omdat de wissels het ook heel erg goed hebben ingevuld. Dus het zal een moeilijke keuze voor hem worden. Maar dat is natuurlijk gewoon aan hemzelf. En als ik niet vanaf de basis start, dan zal ik hem gewoon 100% geven als invaller, hoop ik. Merk je dat ook op het middenveld? Dat het eigenlijk heel goed bevolkt is met spelers die elkaar niet zo gek veel ontlopen kwalitatief? Nee, zeker. Dat merk je wel echt heel erg hoor. Met trainingen, ook wedstrijdvoorbereidingen, dan... de wissels die winnen net zo vaak als het basiselftal. Dus
Inderdaad, wat je zegt, het ligt wel heel erg dicht bij elkaar. Maar dat is natuurlijk wel een luxe, zeg maar. En een kracht in een heel druk programma waarin je misschien moet gaan roleren. Ja, precies. Zeker weten.